Ik heb vandaag 14 oudergesprekken met best wel veel gaten ertussen. Dus echt van 3 tot 8. Ruben zag het net en zegt, dat is ook echt serieus. Anderhalve koffielepel is 4 punten. Ik heb vandaag dus een hele domme beslissing gemaakt. Een hele domme. Dus als ik opsta, want hij net thuis hopelijk. Maar ik doe die spray erin. Het is een heel leuk speels krulletje. Echt love it. Dit is helemaal Charlotte. En ik wil deze jas zo graag zelf hebben. Closing the door. Please come. Deze view is al echt... Dat is niet normaal. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga nu niet te veel kletsen, want ik moet natuurlijk zo naar mijn werk. Maar ik heb net mijn weekvlog afgesloten gisteravond. En vertelde dat ik ga beginnen met Weight Watchers. En dan denk je waarschijnlijk, oké, Charlotte heeft weer wat nieuws. Maar weet even dat ik echt heel veel heb geprobeerd in mijn leven. Maar ik onthoud gewoon niet altijd wat er nou werkt en wat niet. Dus net als dat koolhydraatarm even geprobeerd. Ik merk al, dit is het niet helemaal. Want ik ben nog niks van gewicht verloren. Dus ik heb even nagedacht en teruggedacht. En toen kwam ik hierop uit. Ik vertel later wel. Want ik heb dit dus al eerder gedaan. Het is wel een beetje veranderd. Qua punten en zo. Ze hebben nu bijvoorbeeld aan dingen met eiwitten weer minder punten gegeven. En ik heb een paar dingen al ingevoerd. Want ik heb vandaag oudergesprekken. Dus ik weet al een beetje wat ik ga eten vandaag. En het verbaast me wel. Ik heb dus ingevoerd dat ik een rijstwafel heb. Ik heb hem gescand. Super chill. En dan had iemand anders die al een keer ingevoerd en gekozen voor 1 stuk. En dat is 1 punt. Een meer granen wafel van de Albert Heijn. En 1 gebakken eitje met zout en peper. Normaal zou ik ketchup doen. Maar dat kost een punt. Dus dat ga ik niet doen. En het eitje laat ik even afkoelen. Anders wordt die rijstwafel zo slap. En dat is samen dan maar 1 punt. Dat vind ik wel heel weinig. En dan heb ik koffie. Dat is 0 punten. En 100 ml sojamelk is ook 1 punt. Dus ik zit op 2 punten met mijn ontbijt. En als lunch ga ik een wrap eten die ik ook ga testen voor een video. Dus ga ik na schooltijd denk ik pas eten. Voor on the go. Die is dan 7 punten. Vond ik nog meevallen. Maar als ik dit zie denk ik, oké, dit is dus echt goed volgens Weight Watchers. Want dat is heel weinig punten. Avondeten weet ik nog niet, want ik eet op school. Nu ga ik me opmaken. Hiero. En GST kijken. Normaal ontbijt ik trouwens niet, want mijn idee is altijd als ik nog geen trek heb, wil ik liever nog niet eten. Want zodra ik begin met eten heb ik best wel snel alweer trek. Maar ik merk dat ik eigenlijk op mijn werk altijd voor 9:45, want dan gaan de kinderen eten, al trek heb en al begin te eten. Dus misschien werkt dit wel. Ik denk dat ik hier, als dit maar 1 punt is, dat dit misschien wel goed is om erin te houden. Plus dit kost echt geen tijd in de ochtend om te maken. Ik heb heel weinig olie gebruikt trouwens, want onze olie was op. We hadden echt nog een paar druppels kokosolie. Die heb ik met een wc-papiertje uitgesmeerd. Maar ja, daardoor ging alle olie in het papiertje zitten. Maar zat er wel een laagje op de pan. Want olie kost ook punten. Bijvoorbeeld banaan-eipannenkoekjes zijn heel weinig punten. Maar die olie maakt het weer veel punten. Dus eigenlijk moet ik even investeren in een goede pan waar je niet heel veel olie voor nodig hebt. Want ja, vetten zijn wel goed, maar niet te veel. Dus heel klein beetje erin. Eitje erin. Ik maak die dooier een beetje plat. En dat witte, slijmerige eiwit spreid ik een beetje uit. En in 3 minuten heb je een eitje. Even laten afkoelen en klaar. Dus dat is ook wel top. Als dit goed werkt voor mij om dit 's ochtends te eten. Hallo jongens, het is nu 2:30. En mijn eerste oudergesprek begint om 3:00. Ik heb vandaag 14 oudergesprekken met best wel veel gaten ertussen. Dus echt van 3 tot 8. Niet ideaal, maar ik ga even snel pauze houden. Dan begint het. Nou, niks vertellen verder. Oh, het is echt heel creepy. Eeuw. Vet goor. Ik was maandag daar maar om te gaan slapen, dus geen kleur weg, random iets doen. Toen dacht ik, ga kijken wat ik met Robin ga doen met mijn haar voor Rebecca's feestje. Waarschijnlijk wordt het dus dit en dan dus roze hierin spuiten, of een lila en zo. En dan als een pop. Maar het staat echt heel creepy. Moet je nagaan, ik heb echt heel veel haar, maar zoveel is er nu niet over. Oh, maar ik dacht dus even dat ik blond was, maar ik ben natuurlijk helemaal niet blond. Dus moet ik dan eventjes niet die bruine haarverf erin doen, want dan is het leuker. Ik ben natuurlijk nu hartstikke bruin. Ik ging die foto, dacht ik, ga ik nadoen. Ik dacht even dat dit blond was. Ik vind het waar. Auw. Auw. Oh. Ruben zag het net en zegt... Hij is ook echt serieus. Je zegt, hij lijkt wel een eng horrorkind dat in de gang staat. Nou, en hij wist niet dat ik het voor Halloween deed. Goedemorgen. Het is zo lekker om op te staan met mijn kleedje, jongens. Het is 6:30. Ik sta dus om 6:30 op, hè. Dan ga ik dus douchen. Nu een eitje pakken, moet je nagaan. Dan ben ik gewoon 3 kwartier verder. Dat is echt eigenlijk zo lang. En dan ga ik nu GTS kijken en
op het einde moet ik me aankleden, dan heb ik altijd stress. Maar ik wil me gewoon niet aankleden voor ik op de bank ga zitten. Want ik wil gewoon lekker in mijn pyjama op de bank zitten. Ik heb echt een hele ochtend altijd. Lekker met de katten. Ik heb weer 100 ml sojamelk met koffie. Dat is dan één punt. Ik heb besloten om 2 eitjes te doen. Omdat een ijs is maar 0 punten. En ook als het wel een punt was, zou ik er denk ik toch voor kiezen. Want het is toch voedzamer. En ik heb niet 2 rijstwafels gedaan. Het is wel een rijstwafel, maar 1 punt. Dus misschien, ik ben een beetje aan het onderzoeken. Misschien moet ik er wel 2. Maar ik vind het zelf best wel veel, dit. Want ik ontbijt normaal niet. Dus het is eigenlijk extra. Maar ik had gisteren toch wel weer echt trek bij de kleine pauze. Maar minder dan normaal, als ik niet had ontbeten. Ik ga even kijken met dit. Hij is wel heel erg voedzaam. Wat dus wel stom is, heb ik gisteren dus niet gedaan, is de olie. En de kokosolie, 1,5 koffielepel, is 4 punten. Dat is echt ontzettend veel. Dus hoe kan ik dat anders doen? Want ik ga dit moet wel in olie. Denk ik. Ja, een gekookt eitje is dan dus veel beter. Oh ja, gewoon een gekookt ei. Dat kan natuurlijk ook. Dat vind ik altijd lastiger. Dan moet je heel goed op de tijd letten. Zo. Maar ik vind het zelf best wel veel ei nu op 1 cracker. Ik hou niet eens heel erg van ei. Eel, dit is echt niet lekker. Nou ja. Oké. Ik ga maar eventjes beginnen. Hallo allemaal. Ik kom net terug uit mijn werk. Het is bijna 6 uur. Ik ben zo wit. Niet normaal. Morgen is de schoolfoto. Ik heb vandaag dus vet iets doms gedaan. Ik ga het even met jullie delen. Ik heb vandaag dus een hele domme beslissing gemaakt. Een hele domme. En daarvoor moet ik nu boeten. Ik zal het jullie even vertellen. Ik moet mijn weekvlog editen vandaag. Want ik heb nog niks gedaan. Wow, ik leef zo. Ik ben zo met mijn werk bezig op het moment. Dat ik helemaal buiten alles omleef. Kijk. Ik heb zelfs van mijn week extra gebruikt. Ik heb 26 punten per dag. Dus ik heb er 1 overheen. Ik begon dus de dag met 2 eieren, had ik verteld. 0 punten. Ze zeggen wel dat je het niet te veel moet doen. Dus ik weet niet als ik elke dag een ei eet of dat slim is. 1 rijstwafel, 1 punt. Koffie, 0 punten. 100 ml sojamelk, 1 punt. En ja, ik moest mijn ei natuurlijk ook ergens in bakken. 1,5 koffielepel kokosolie, 4 punten. Daarom zei ik toch al, ik moet het maar gaan koken. Toen kwam ik bij mijn tussendoortjes. Toen maakte ik de keuze om een wiener melange te nemen. Omdat ik het echt behoefte aan een kick. Ik had ook een oudergesprek en zo. Dat was 3 punten. Ik was vandaag heel erg. Ik had zoveel behoefte aan iets zoets. Toen brachten ze een gisteren waren er echt iets van 7 tractaties. Ik zei tegen alles nee. Een Ferrero Rocher. Ik dacht, oké, 3 punten. Ik ging snel kijken. Toen ze langskwamen. Ik dacht, ik doe dat gewoon. 3 punten is niet veel. Maar ik heb zo bizar weinig punten te besteden. Toen kwam er dus een mergpijp. En toen dacht ik dus. Maar het leuke aan dit is, het, ik mag het doen. Maar daarna moet ik boeten, weet je wel. Ik wil gewoon een beetje uitzoeken voor mezelf. Toen dacht ik, oké, dat neem ik. Ik ga de marsepein laagje van de bovenkant afeten. Dus dan heb ik ingevoerd dat ik een halve mergpijp had. Dat is ook 4 punten. Dus die 3 dingen bij elkaar zijn al 10 punten. Toen moest ik voor on the go een wrap testen. En ik dacht dat die 7 punten was. Maar toen zag ik dat dit anders ingevoerd was dan die vorige wrap. Dus totaal was het 11 punten. Die heb ik pas na schooltijd gegeten. Om 2:30 en toen om 3:30 het andere deel ervan. Dat is 11 punten. Dus mijn punten zijn op. Toen ging ik opzoeken waar. Je hebt dus ook dingen die 0 punten zijn bij Weight Watchers. En dat is wel heel fijn. Zoals verse vis en groenten. En ook fruit. Maar ik vind het geen goed idee om allemaal fruit te gaan eten nu. En bijvoorbeeld sap is er niet goed. Dit lijkt trouwens zo erg gewoon op een gesponsorde video. Was het maar zo. Het is zelfs best wel duur, Weight Watchers. Dus ga ik even laten zien wat ik nu voor boodschap heb gekocht. Even wachten hoor. Oké. Schrik niet van dit. Dit leg ik later uit. Olijfolie, mega veel punten. Maar ja, ik ging andere olies bekijken. En volgens mij, olijfolie is beter dan kokosolie of zo. Maar ik ging opzoeken van die bakolie en zo. Dat gebruiken wij nooit. Of dat dan misschien minder vet is. Dus hebben jullie daar tips voor waar je beter in kan bakken? Wat dan minder punten zou zijn waarschijnlijk. Ja, bijvoorbeeld bij zalm doen ze weer 0 punten. Omdat het goede eiwitten, goede vetten zijn of zo. Dus ik weet niet, dit zijn ook goede vetten. Maar hiermee, kijk, ik zal het even zeggen. 0 punten. Dus ik dacht, ik ga tajiki maken. Komkommer 0 punten. Knoflook 0 punten. Maar dan moet natuurlijk olijfolie door de chicken heen. Dus ik ga vanavond al over mijn peek totaal heen. Maar dat doe ik dan vandaag maar. Want de rest van de week weet ik het beter. Dit is wel punten. Volgens mij een punt per 2 dingen. Want het is geen echte vis, maar nepvis. Worteltjes.
voor zover ik weet, onbewerkte wortels, 0 punten. Ik heb vandaag ook weer heel veel wortels gegeten. Deze zak is echt immens duur, 3,30 of zo. Maar ik dacht dat ik dit nou in de oven doe. Zonder olie, volgens mij kan dat. Dan hebben we dus groenten. Ruben wou een pangasius, ik wou een kabeljauwhaas. Ook in de oven misschien. Ik weet het niet zo goed. Nog eieren voor later en dit voor het ontbijt, zeg maar. Maar ik denk niet dat het 0 punten gaat zijn wat ik ga eten. Maar ik dacht dus groenten, vis en tzatziki erbij. Het leek me wel lekker. Oh ja, en als ik dus een keer echt graag iets heel erg lekkers wil. Dit is dus echt best wel goed ijs qua calorieën. En ook qua punten. Want als je een portie nam, was het 4 punten. Dus chocolate chip en salted caramel. Dat zal Ruben ook wel lekker vinden. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik zal het voor jullie testen. Als ik een keer punten over heb. Maar de tip is wel echt om... ik weet het ook nog van vorige keer dat ik het heb gedaan. Het is vet balen als je aan het einde van de dag geen punten meer hebt. Dat is echt heel erg balen. Dus je kunt beter aan het begin rustig aan doen. En dan s'avonds nog genieten van een tussendoortje of zo. Oké, bakje. Ik heb tzatziki gemaakt. Ik heb nu letterlijk 2 hele potten vol. Met tzatziki. Want ik denk altijd van, dit blijft wel goed. En als het lekker is, maak ik liever meteen meer. Je merkt echt dat er geen vet in die yoghurt zit. Want hij gaat zo niet over de rand heen of zo. Ik weet niet. Dan is het natuurlijk ook niet slim om er veel olie bij te doen. Dit is er nu uit qua olie. Die zijn natuurlijk ook niet helemaal vol. En ik heb 2 hele potten yoghurt opgemaakt. En een hele komkommer en 1 tentje knoflook. En bijna een heel pad dille. En zout en peper. Dus deze 2 potten zitten nog vol. En dan ga ik dit nu in een bakje doen voor straks. Dus dit zitten we nu in de oven. Tilapia en een kabeljauw. En een hele berg met groenten. En ik heb nog een drupje olijfolie over de bodem verspreid. En heel veel dille. De katten hebben nu dus ook een stukje kabeljauw en tilapia. Bobby zit echt heel schattig hier rustig te eten. En Noah die pakt een stuk vis en die sleept het door het hele huis heen. Die is zo gierig. Kijk, Bobby likt dit heel lief af. Hij kiest volgens mij echt bewust de kabeljauw uit. Hij vindt het altijd heel lekker. Kijk hoe schattig hij is. Zo'n schattige poes. Ruben had gisteren ook echt de schattigste foto ever op Instagram geplaatst. Je bent zo lief, Bobby. Je bent zo lieverd. Je bent zo lief. Je bent een beetje hard vandaag. Niet mij likken. Soms is een vacht een beetje hard. Ga lekker eten. Ik ben bang dat de baas het niet goed vindt dat hij te veel vis eet. Ga lekker eten. Zit er nog wat bij jou in? Dit is de maaltijd. Dit is maar 3 punten. Alleen de olie is punten. Ik mocht er maar 0. Nee, ja, ik mocht er maar 0. Maar ja, ik kan niet zonder olie koken. Ik heb jou nog een beetje olijfolie zo eroverheen gedaan. Misschien heb ik iets meer groente dan jij, als ik het zo zie. Weet je wel. Oh. Maar jij mag nog iets anders eten, ik niet. Ik heb voor Ruben een bakje ijs opgeschept. Ik heb een heel klein beetje geproefd, gewoon echt een mini voor het smaakje. Dat is een van het lekkerste ijs dat ik ooit in mijn leven heb geproefd, Ruben. Ik weet niet hoe dit kan, proef het. Het is salted caramel cookie. Wat vind je ervan? Het is echt mega lekker. Ja, maar ik proef dat het geen room is, hè? Geen room? Ja, het is melkachtig. Het is gewoon melkpoeder waarschijnlijk. Oh, dat vind ik dus wel lekker. Ik vind het echt het lekkerste ijs wat ik ooit op heb. Nee, ik niet. Ik proef gewoon een goedkoop ijs. Ik vind het lekkerder dan roomijs. Het is heel melkachtig. Nee, heel light. Het is gewoon water. Ja. Lekker, hè? Nee, dat is niet lekker. Oh, dit is voor mij echt mijn lievelingsijs. En jou? Jij zou het lekker vinden? Oh, je bent zacht weer. Hallo allemaal, ik heb vandaag niks gefilmd. Ik ben weer heel erg moe, maar ik had Ruud net aan de telefoon op de fiets. En ik kom tot de conclusie dat het misschien toch door mijn voeding komt. Dat ik eigenlijk steeds zo moe ben na mijn werk. Want gisteren en eergisteren was ik volgens mij helemaal niet zo moe. En ik heb vandaag dus een beetje het extreme uiterste van gisteren gedaan wat betreft mijn punten. Want ik heb dus als ontbijt een halve koffielepel olijfolie gebruikt. En met mijn vingers over de pan verdeeld. Mijn eitje was ook een klein beetje aangekoekt, zeg maar. 100 ml sojamelk in mijn koffie, dat is ook een punt. En een rijstwafel was 1 punt en het ijsdag geen punt, dus 3 punten voor mijn ontbijt. Als lunch had ik gekozen om wel een Wiener Melange te nemen weer, want ik had weer behoefte aan een soort van opkikker. 3 punten, best zonde. Weer 1 tweede koffielepel olijfolie, die had ik dus vanaf huis meegenomen. Een rijstwafel en een ei. Dus ik heb vanochtend 2 rijstwafels meegenomen en 2 gebakken eitjes. En de ene heb ik in de kleine pauze gegeten en de andere in de lunchpauze, maar dat is echt te weinig. Het vulde wel, maar daarna heb ik dus van 11:45 tot tussen 17:50 niks gegeten. Dus dat is niet echt normaal. Oh ja, en ik heb wel nog 300 gram wortels gegeten. Maar ik heb ontdekt dat ik gewoon honger krijg van wortels. En toen ging ik het googlen. Toen las ik dat mensen ook zeiden dat ze honger kregen van wortels.
een appel en nu net op de fiets een banaan, omdat ik gewoon echt bijna dit gevoel had. Maar ik wilde gewoon zo graag mijn punten bewaren. Maar ja, nu heb ik nog 18 punten. En ik denk dan niet van, oh, dan ga ik een dikke pasta eten. Nee, ik wilde hem alsnog goed doen. Dus ik moet tussen gisteren en vandaag een beetje de balans vinden. Ik zal even laten zien wat ik nu gekocht heb voor boodschappen. Het is wel echt duur. Want ik was gisteren 40 euro kwijt en nu weer 35 of zo. Echt belachelijk. Kijk, dan ga je naar de pasta kijken en denk je, oh, dat is te veel punten, doe ik niet. Maar dat doe ik nu wel, want ik heb daar nu de punten voor. Ik ga een vegetarische groentelasagne maken met dan... Je kunt er ook voor kiezen om helemaal geen pasta te doen, dat doe ik niet. Dat zou ik wel kunnen doen als ik nog weinig punten had. Maar ik ga dus wat minder lasagnebladen gebruiken, want ik ga ook ze opvullen met een blad courgette, een blad aubergine, zeg maar. Een blad paprika, ik heb heel veel en ik wil eigenlijk ook zo maken dat we er morgen ook nog kunnen eten. Dat is eigenlijk echt extreem veel groenten. Dit. Ik heb er wel iets te veel. En ik wil nog een zak spinazie hier liggen. En nog dit. Oké, dus ik denk dat ik hier... Dat ik met dit, zeg maar, twee keer lasagne kan maken. En met één lasagne twee dagen kan doen. Dus dat dit voor vier dagen is op het gehakt na. Ik weet het even niet. Tomatoes. Zelfs hier zitten dan wel weer punten in. Maar ik heb geen zin om zelf de saus te maken. En deze saus is dan 3 punten. Maar al die groenten is 0 punten. Volgens mij, ik ben benieuwd hoeveel het uiteindelijk wordt. Dit dus. Het gaat even veel over eten nu, maar volgens mij vinden jullie dat wel leuk. Dat heb je nog nooit gehad, volgens mij. First time. Lekker, hè? Kijk. Wow, net zo'n restaurant. Oké, lasagne zit erin en dit is wel leuk, want ik dacht dit ga ik vaker maken. Dus ik ga even mijn moeite doen om een recept aan te maken. Niet een maaltijd, maar een recept. Want bij recept kun je ook weer aangeven hoeveel porties je van het recept hebt genomen. Dus het recept is voor 2 personen. En dan kreeg ik dus aan dus 2 porties dat ik dus 1 portie heb. En dat is dus 12 punten uiteindelijk nog. Ik ga het even laten zien. Kijk. Ik weet niet of andere deze dan ook kunnen gebruiken. Even kijken hoor. Vega groenten, dat is dan hier. Zie je wat erin zit. Dus voor 2 porties. 2 koffielepels olijfolie. Op de grill. Want doordat ik dus niks bak heb je het eigenlijk niet eens nodig. Een courgette. Een aubergine. 400 gram Italiaanse roerbakmix. 30 gram. Ik heb gewogen hoeveel er nu nog in het zakje zit. Dus uiteindelijk... Blijkt dat ik er 30 gram op heb zitten. Zie je, dat valt dus echt mee. 3 punten. Zout, peper, Italiaanse kruiden. Spinazie, 100 gram. Geen punten. En kijk, dit is dus oké. 70 gram lasagne. Moet je nagaan, het gaat dus door de helft. Dus je eet echt weinig lasagne. Dat is echt top. Wat verpest het? Dit. Dus dan weet ik nu voor de toekomst dat dit echt heel dom is. Ik had in de winkel gekeken, maar ik had niet verwacht dat het zo erg was of zo. Als je dus gewoon zelf je pasta saus maakt van tomaten en ui en dat soort dingen. Of zoiets. Dan... Is het dus heel weinig punten. En nu heb ik de mazzel dat ik vandaag nog veel punten had. Maar ik ging dus kijken voor van die gepulpte saus. Gewoon puur tomatenpulp met citroen en zo. En die waren ook best wel veel punten. Dat ik dacht, nou dan ga ik voor die lekkere saus. Dan hoef ik ook geen uien te bakken en knoflook om een smaak te krijgen. In principe heb ik allemaal koude dingen bij elkaar gegooid nu. En als je nu dus kijkt, heb ik dus nog maar 6 punten over. Moet je nagaan, terwijl ik best wel een gezond gerecht maakte. Dus die saus is echt niet goed. Het schattig, een moeder met een meisje uit mijn klas hebben op de website wat besteld. En dat was 6 euro verzend kosten, afgerond. Dus we zeiden, Ruben brengt het wel even langs. Super cute. Zij is echt fan van katten, dus ze heeft het kattenkleed besteld. En het kattenplantenpotje, zeg maar, of potje voor andere dingen. Ik heb een kaartje met een sticker. En dit erbij gegeven in het kattenthema. Ruben gaat het nu brengen. Goedemorgen, het is donderdag. Alleen ik ga niks boeiends doen. Weer, net als vorige week. Want ik heb vandaag oudergesprekken. En ik wil niet risico lopen dat ik ergens ben in de file sta of wat dan ook. En ik moet daar gewoon om 6:30 zijn. Dus dat ga ik niet doen. Oh jongens, ik ga iets grappigs proberen in mijn vlog. Ik heb de sashimi besteld. Want dat is dus 0 punten. En dan eet ik dat voor ik naar de ouderavond ga. Dus nu. En dan kan ik daarna nog mijn lasagne van gisteren eten. En dan zit ik volgens mij nog binnen de punten. Maar ik dacht, ik ga het even zo. Dit is beter, maar sowieso zit ik al hier. Neerzetten. Ik ken zo'n YouTube-meisje, doet dat altijd. En dan zit het eten echt vet dicht in je bil. En dat is grappig. Mijn haar is nog niet droog, maar ik heb wel vast mijn make-up gedaan. Licht. Het blijft raar, vind ik. Sashimi. Je zit gewoon aan rauwe vis te eten. Heerlijk dat je nu ziet dat ik het hier indoop. Ik vind dat wel altijd heel chill om te zien. Sami. Volgens mij hoor je meer de weg dan mij.
Moet ik eigenlijk met zo'n audio. Maar ik ben niet zo van de ASMR. Boring. Ik vind sashimi dus echt wel lekker, zalm sashimi, maar het is wel saai. Ik bedoel, na de derde plak of zo denk je al van, nou, nu heb ik het wel geproefd. Ik denk dat ik er nog eentje neem en het dan in de koelkast zet voor vanavond. Misschien wil ik hem ook wel als hij thuis komt. Want ik ben dus op school. Hallo. Hij is op school en voor een project best wel iets heel erg moeilijks. Waarbij hij echt. Hij heeft echt dingen waarvan ik denk, wow, dat had ik echt toen ik mijn scriptie had. Qua bronvermelding en zo. Blijft het lastig om een sashimi te pakken. En hij komt dan om 7 uur thuis of zo. Dan gaat hij even eten en dan gaat hij om 10 uur nog naar een feest. Echt als ik naar bed moet, gaat hij naar een feest. En ik heb wel echt veel eiwitten binnen als ik dit doe. Mijn huid zal wel niet beter worden als ik zoveel ei eet. Maar echt zo'n heel laat heftig feest. Heftig, gewoon echt dat hij echt de eerste trein terugneemt en zo. Dus als ik opsta, komt hij net thuis hopelijk. Ik heb zo 10 oudergesprekken. Tussen 6 en 8:10. Ik heb volgens mij 5, dan 10 minuten niks en dan weer 5. En eigenlijk met het naar de deur lopen, bedankt voor het gesprek en de volgende weer binnenhalen, kost ook alweer een minuut. Dus ik weet nu al dat ik wat uit ga lopen. Maandag had ik echt gesprek, 10 minuten pauze. Gesprek, 10 minuten pauze. Hallo, hier ben ik. Dus kon ik steeds ook daarna, kon ik iets uitlopen en kon ik steeds meteen in het leerlingvolgsysteem het gesprek noteren. Ik ga proberen om ook tijdens het gesprek te doen. Maar ik denk altijd, ja, ouders hebben maar 10 minuten, dus als ik dan ook nog zit te typen, gaat het toch een beetje van de tijd af. Dus ik ga even kijken. Hoe laat is het? Ik denk 4:30. Misschien ga ik maar iets eerder. Ik dacht, ik ga niet mee eten. Om 4:50 gaan ze eten. Op school is wel heel gezellig, maar ik dacht, ja, op een vrijdag ga ik gewoon later, dus 1:20 vroeger. Ik neem nog 1 blokje. Ik wil eigenlijk nog even mijn haar. Ik heb weer met Bumble en Bumble gewassen. Maar ik zag net tijdens het editen van mijn weekvlog dat die echt super duur is. Dat had ik niet eens gezien toen ik het aan jullie liet zien. De unboxing. Het kost echt €30 of zo. Zoiets zag ik. Maar het is wel een hele fijne shampoo. De conditioner is zeg maar. Je weet toch, conditioner is toch vaak heel vet. En eigenlijk wordt je haar heel zacht. Maar als je je shampoo heel goed uitspoelt, is je haar eigenlijk al niet echt meer zacht. Dus het is een soort laagje. En deze shampoo is dus best wel. Die conditioner is best wel dun. Na de shampoo is mijn haar best droog. Het is echt zo'n doorzichtige shampoo die je haar echt schoon maakt. Dat voel je gewoon. En die conditioner is een soort goudbruin. En die is heel dun. Je doet in je haar en het is heel dunnig. Het laat geen vet laagje achter. Ook niet op je huid. Want ik heb soms. Dan voel ik zo op mijn rug. En dan heb je echt zo die vette siliconen of wat het ook is. Misschien wel olie of iets. Maar dat zit hier dus niet in, lijkt het. Ik ben benieuwd, want mijn haar is wel echt zacht. En het is nu de tweede keer dat ik niet mijn Maria Nila masker heb gebruikt. Ik vond het toch een beetje donker. Dus het zal waarschijnlijk heel grijs zijn. Nu ga ik echt mijn sashimi eten. Of het hem nog maken. Wel lekker. Pittig. Ik vind het raar voelen om zoveel rauwe vis te eten of zo. Allemaal in je buik zitten allemaal rauwe visjes. Ja, nog steeds heb ik trouwens momenten dat ik echt denk van. Het is raar dat ik wel vis eet. Ik heb er nu geen kritiek op te geven en ik weet dat vis net zo zielig is. Ik heb die keuze nou eenmaal gemaakt om wel geen vlees te eten, wel vis. Maar ik merk wel met diëten en zo dat ik heel blij ben dat ik nog wel vis eet. Want
Ik wil echt niet heel veel soja en tofu eten. Daar voel ik me gewoon echt niet lekker door in mijn buik. En ik mis kip heel erg qua dat het heel mager is en je er heel veel gerechten mee kunt maken. Dus ik ben blij dat ik nog wel vis heb. Zo. Dat was het. Jullie staan op mijn sieradendoos ding. En op een schoteltje. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Het lijkt het je leuk als ik echt een keer zo sashimi ga eten, maar dan echt met goede audio en zo. Let me know natuurlijk. Ik ben best wel enthousiast over die Bumble Bumble, want ik heb dus altijd wel volume, krul en dat soort dingen. Maar ik heb nu die spray er ook in gedaan. En heel vaak mijn haar geborsteld. En normaal als ik mijn haar borstel heb ik geen krul meer. Maar ik doe die spray erin en het zit een heel leuk speels krulletje. En het, dan zeg ik, voel wel dat er iets in mijn haar zit wat het wat steviger voelt ofzo. Maar normaal heb ik echt iets van, oh nu moet ik het meteen stylen. En nu, het pluist niet heel erg. Dus het houdt echt wel een beetje mijn pluis tegen. Nu denk ik van, nou ik doe gewoon... Ik hoef het niet per se te stijden voor vanavond. Het is nog steeds nat na al die uren. Dat is, ik heb best wel veel haar en best wel dik haar. Maar deze kant heeft aanzienlijk minder haar bij mij. Dat voel je, dat is zo. Dat zeggen kappers ook. En die kant heeft nu volume. Dus dat is toch wel vet. Het zit nu echt niet ideaal of zo. Maar ik heb het nu heel veel geborsteld en toen dit erin gegooid. En alsnog wil het lekker vlot energiek zitten en zo. Dus ik kan hier echt wel een beetje mee gaan spelen. Maar ik vind wel, voor nu voelt het... Het voelt dan niet alsof ik het net gewassen heb. En daar hou ik nooit zo erg van. Dus het is meer iets dat ik dan zou gebruiken als ik echt een dag echt gewoon mijn haar heel mooi wil doen. Maar als ik het ga stylen of zo, dan is het juist niet ideaal, denk ik. Want echt, het wil heel graag ontploffen, zoals je ziet. Oké, het is 5:30. Ik ga. Ik heb weer dit eigenlijk ook bij mijn vorige gesprekken aan. Maar dat vind ik gewoon fijn, want het zit lekker. En het is gewoon netjes. En ja, niet te dit, niet te dat. Gewoon goed. En mijn flower earrings. Deze sterretjes die echt geweldig leuk zijn. Die je nu maar niet ziet. Deze. Deze. Deze die is volgens mij niet meer verkrijgbaar op de webshop. Dat is echt een van de eerste die ik verkocht. En dit horloge van Mockbird vind ik zo mooi. En dat was het. En dus mijn haar gewoon lekker. Zo. En dan heb ik nog even 25 minuutjes daar. Computer opstarten. Want mijn duo heeft hij waarschijnlijk uitgezet. En klaarleggen dingetjes. Dan kan ik rustig beginnen. Waarschijnlijk is het voor veel mensen is dit laat. Voor mij is dit vroeg, omdat ik erheen ga. Goedemorgen allemaal. Ik heb heel slecht geslapen. Je ziet het ook wel, omdat ik erg heb lopen malen over iets. Dus ik ben echt ontzettend moe. Maar we gaan er weer tegenaan vandaag. Het is 3:05 en ik ga nu mijn lunch eten. Niet zo'n groot stukje. Kijk, dit is mijn hand. Zie je? Klein stukje. Het lijkt best wel groot anders. Even kijken wat ik ook weer heb gegeten vandaag. Ik heb heel erg trek. Oh ja, ik had... Oh ja. Anderhalf banaan eipannenkoekje. Dat is best wel weinig. 2 droge rijstwafels. Weer koffie met sojamelk. En ik had dus die lasagne ingevoerd. Maar dit wordt dan de helft. Want ik heb nu maar de helft genomen van 3/4 portie. En er was appeltaart en ik heb besloten om daar 3 happen van te nemen. En dat is 6 punten. 1 portie? Ik heb niet 1 portie gegeten. Oh. Nou ja, het was best een groot stuk. Dus ik doe maar 6 punten. Dan kan ik in ieder geval het niet fout doen. Jeetje. Echt 0. 1/4 moet ik dan doen. Nou, dat is wel te weinig punten voor dit, denk ik. 1/3. Dit. Oké. Jeetje. Ik heb echt zoveel honger. Heb je zo weinig gegeten? En dan heb je alsnog maar zo weinig punten. Ik heb letterlijk echt 3 happen appeltaart. Ik kan het wel laten zien. Oké, iets meer dan 3 happen. Ik krijg deze taart. Hier heb ik niet van gegeten. Dit kreeg ik gewoon zo. En hier heb ik dit van gegeten. Dus dat is best wel veel eigenlijk. En de rest ben ik mee voor Ruben. Het waren tractaties. Hallo jongens. Ik ben aan mijn werk. Ik heb het weer overleefd. Pittig dagje. Het pakket is er van de groothandel. 2 jassen die ik heb besteld. Waar ik heel benieuwd naar ben, maar ik moet even bijkomen. Soms ben ik zo moe dat ik niet meteen kan kijken. Ik was net weer naar de Albert Heijn gegaan alweer. Terwijl ik morgen op vakantie ga. Maar ik heb een paar lekkere fruitdingetjes gekocht voor vanavond. We wilden borrelen of iets, maar dat kan helaas niet met Weight Watchers. Wow, ik doe mijn broek uit. Het is echt lekker. Even het pensje laten gaan. Morgen hoef ik dus pas om 4 uur weg of zo. Dus ik ga denk ik, jeetje, ik zie er vies uit weer. Ik wilde eigenlijk heel graag naar de zonnebank voor ik naar Zwitserland ging. Dat ik even lekker bruin ben daar. En niet zo heet make-up op hoef. Want daar kan je natuurlijk niet naar de zonnebank. Maar ik heb er geen zin in. Morgenochtend ga ik denk ik eventjes
de t-shirts en de jasjes op de foto zetten. Dan heb ik in Zwitserland, kan ik die lekker online gaan zetten. Maar ik wil nog alles inpakken, maar ik heb alleen handbagage. Maar ik weet helemaal niet of ik wel... Oh, ik heb natuurlijk die kleine flesjes gekocht bij Primark, dus dan komt het vast wel goed. En ik heb Ruben voor om witte bolletjes met vissticks en ketchup. Dat heb ik maar gekocht. En ik heb een poen gekocht voor in de oven. Maar het zit trouwens nog steeds echt mega wild, terwijl ik het echt super vaak heb geborsteld. Dus het komt echt door die shampoo. Maar het voelt wel nu al een beetje vettig, terwijl ik het echt pas kort geleden heb gewassen. Ja. Zonnebank, need it. Volgens mij zijn dit de beste aankopen ever. Precies wat ik hoopte. Wauw, hij is exact. Zoals op de foto, hij is zo zacht. Oh my god. Deze was gewoon op de site en toen dacht ik moet een bestelling plaatsen. En de verzendkosten zijn dus best wel duur. Maar ja, met zo'n jas, 8 stuks van deze jas, ben je gewoon best wel een fors bedrag kwijt. Dus ik heb heel lang getwijfeld, maar dit is gewoon een velvet roze jas, hè? Velvet roze. En hij is echt super kwaliteit, had ik al gedacht. Kijk, gewoon echt... Echt heel goed afgewerkt, dat soort dingen. Bij de World Fashion Center zie je nog wel eens dat het wat goedkoper is aan de afwerking of het merkje of zo. Dit is gewoon echt gewoon heel officieel. Gewoon met een ingepakt kaartje. Dit is wat je wil verkopen als webshop. Yes, yes. Ik was zo bang dat ik straks kreeg ik spijt of zo, was het niet goed. Maar dit is echt, nou, 0% minder dan mijn verwachtingen, zeg maar. Ik twijfel omdat ik zeg maar 2 roze jassen dan heb. Maar ik vond ze echt heel anders. En ze zijn ook echt heel anders. En eigenlijk zijn ze qua kleur ook gewoon echt anders. Kijk maar eens kleurverschil. Deze had ik op Instastory gedeeld en heel veel mensen waren enthousiast. Ik twijfel ook over een leopard jasje, maar ik dacht dat is wat minder origineel. En deze vind ik best wel origineel. Dit heb ik nog niet vaak gezien. En roze is gewoon echt helemaal Charlotte. Het is echt een professionele groothandel, dat kan je wel zien. Dit is een toffe kleur. Oud roze is dit. De kleur is eigenlijk beter nog dan ik... Kijk, de afwerkingen zijn top. Weet je, geen losse draadjes. Oh, hij lijkt wel klein. Yes, yes, yes. Hij is mooi. Oh jongens, ik ben dolgelukkig. Nu kan ik morgen weer gaan shooten samen met de t-shirts. Ik ga het liefst nu willen doen, maar ik ben niet verrot. Dit is een 42. Ik heb eigenlijk 44, dus ik zou hem normaliter een maat groter nemen. Maar hij valt gewoon precies als een 42. En hij kan dus wel. Dan valt hij een beetje open. Maar met een shirtje eronder gaat hij veel leuker staan. Heel blij mee. Top kwaliteit. Ik had me gewoon niet beter kunnen wensen. Ik ben zo blij, want het was echt een dure bestelling. En ik ben zo blij dat ik echt alles behalve spijt heb. Echt nog beter dan ik had verwacht. En dit is zacht. Jullie gaan hopelijk heel excited worden hiervan. Wat ik ook gewoon fijn vind is dat ik iets verkoop. En dat ik gewoon zeker weet dat als het binnenkomt, dat de persoon er gewoon heel blij mee gaat zijn. Want dit is exact wat je wil. Dit is echt wel top hoor, deze shop. Dus die ga ik er wel in houden. Ik zie geen één slordige afwerking of wat dan ook. Perfect. Als je dit binnenkrijgt, denk je echt, yes, ik heb echt mijn echt professionele webshop besteld. So I'm super happy. Ik heb allemaal leuke roze dingen. Kijken. Het jammer is, het is heel sexy. Het jammer is gewoon dat de grote maat altijd meteen op is. Maar ja. Eén pakket zijn al 8 stuks. Van die 8 stuks is er helaas maar 1 maat 42 bij. Maar ik ga nu 2 pakketten bestellen. Want dan heb ik 4 XS'jes en zo. Dus grote maat is altijd een beetje gevecht die iemand als eerste heeft. Kijk, hier zie je de kleuren. Dit is mijn trui, de velvet jas en deze jas. Echt love it. Dit is helemaal Charlotte. Super gelukkig jongens hiermee. Ik ga deze, ik heb geen haak meer, even in de lade. Helemaal happy ben ik. Oh, ik heb jullie die andere blouses nog helemaal niet laten zien. Dat zijn dus amazing blouses, maar die vallen zo klein. Dit was een blouse, echt geweldig. En ik weet gewoon dat als ik het niet draag, dat het minder goed loopt op de shop. Dus kijk, ik was helemaal verliefd op deze. Hele leuke blouse, maar ik ga ze terugsturen helaas. Goedemorgen, wij zijn aan het opruimen. Die doos moet even weg nog. Mijn ouders komen om 4 uur, mijn vader kwam mijn moeder... brengen hier naartoe. En dan komt mijn moeder hier even een half uurtje met een handbagagekoffer. En zat een jurkje van Comois die ze even wilde passen. En dan gaan we om 4:30 naar Schiphol. En ik heb ontbijt voor ons gemaakt. Mango, ananas en nog een paar aardbeidjes. Beeld is een beetje overbelicht of zo. Super lekker. En koffie. Het is inmiddels alweer 1 uur. En ik ga me nu dus nog even opmaken met een aflevering van Love Island. En dan
daar het shoot gedeelte weer klaarzetten en de 4 items shooten. En ik hoop niet dat ik stress krijg. Nou, ik heb nog 3 uur. 1. Dat moet ik echt wel makkelijk redden. Op zich heb ik allemaal spulletjes ook al klaar. En ik heb als mijn moeder er is nog 1/2 uur dus om echt in te pakken, inpakken, af te krijgen. Dus komt goed. Oké, jongens. Ik snap er niks van waarom de foto's niet zo leuk werden. Maar ik had het eens met zwarte broek en zo. En het zat zoveel leuker met lichte kleurtjes. En ik wil deze jas zo graag zelf hebben. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Ruben vindt hem ook heel leuk. Dit is gewoon helemaal mij. Hier word ik zo intens gelukkig van. Hier zou je ook bijvoorbeeld in kunnen skiën of zo. Dan ben je echt mega fabulous. Super excited. Ik ga nu stoppen. En dan ga ik ze één keer het vliegtuig zeg maar selecteren voor de webshop. Hij is zo lekker warm. Heel blij mee. En deze is ook gewoon echt geweldig. Dus ik ben super blij met deze bestelling. En ik hoop dat ja, de mensen, jullie of andere mensen ook zo enthousiast zijn. Het is gewoon echt prachtig. Het is gewoon velvet. Een lichtroze velvet jas. Beter kan niet. Kijk Bobby, vind jij hem ook mooi? Vind jij hem ook mooi? Niet likken. Hoger durf ik niet. Wat is er nu? Oh nee, mijn camera is weer stuk. Ja hoor, dat die weer dit doet. Maar je hebt toch een nieuwe camera? Ja. Doe dat ding terug, je hebt garantie. Zit er nu in het vliegtuig. Die concluder eventuele misdaad. Nee, dat vind ik wel. We will shortly be closing the doors. So please complete any final call. Ze hebben het gewoon veranderd. Heel raar, ik snap het nog steeds niet. Ik weet ook niet of ik de verkeerde heb geboekt. Ze gaat een ei bellen. Wat? Ik weet mama heeft eerst een avocado gedaan op een gebroodste broodje. Daarvoor een hele zak pompoen. Dat was wel erg lekker. Ik zeg toen alsjeblieft niet het ei, want dat ruikt. Oh nee, ze gaat hem nu helemaal pletten met haar handen. Ik had ook wel ruzie met de stewardess. Nu wakker, want het stinkt. Oh, hij heeft hem wel heel lekker bereid. Oh, 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 oh. Iedereen is wakker door deze vieze lucht. Mama kan altijd wel heel lekker eitjes bereiden. Ze heeft 3 eieren erbij, zeg. 4. Het lijkt net dat ik bruin ben door mijn vakantie. Kijk, vet bruin op beeld. We zijn nu op, is dat de bus? Milano Alpensa? Alpensa? Malpensa. Malpensa? We wachten nu op een busje en die brengt naar de autoverhuur. We hebben dus een Fiat 500, hoor ik net. Dat vind ik wel cool. En wat grappig is, kijk, daar is het Moxie Hotel. En Moxie, daar hadden we toen geslapen in Duitsland. Ruben en ik, dat vonden we echt super leuk. Dus die zit hier ook. En zo ziet het eruit. Ik wil dit drankje proberen. Ginseng. Misschien is het wel een soort chai. Als ik naar het toilet ga, kan je dan even op mijn tas letten? Ja. Kijk of hij het nu doet. Ja, kijk. Dat vind ik zo cool. Altijd zijn de vrouwen bezig als ik naar de wc. Het is in ieder geval schoner dan waar ik net was. Ik weet niet eens of het een soort chai lat is of zo. Kijk, hier staat mijn bekertje. Oeh, mama heeft weer ruzie met iemand. Het is klaar. Hoi, ruzie. Ja? Oh, het is smal. Het ruikt naar koffie. Mama heeft ruzie met iemand omdat ze naar de wc gaat. Oké. Okay. Nou, dat is best duur voor een euro. Kom je terug? Had je weer ruzie? Ja, omdat ik naar binnen ging. Wil je proeven? Koffie. Van koffie. Nou, echt best wel dichtbij. Nee joh. Mama zei dat we Fiat 500 hadden, maar we hadden dus een Fiat Panda. Maar wel een nieuw model. Ik dacht wel leuk, want dat is de auto die ik wil. En dan kan ik hem even ervaren.
Oh, we zijn helemaal heet allebei. We zijn allebei knalrood. Ze zijn te kijken, joh, die mannen. Ja, het is een hele vervelende man. Wat een vervelende vent. Doe je vervelende vent. Nee, een hele rare handrem ook. Maar kijk, hier kan ik dus. Dit zoek ik dus in een auto. Dit is precies wat ik zoek. Oh. Dat je zo je camera kan zetten. Nee, niet hier. Zo. Maar dit is nu te donker voor on the go. Ik heb zo'n broodje gekocht voor on the go bij de Starbucks in Nederland. Het is hier bloedheet eigenlijk. Oh. Hey, rijdt wel een goede kant. Die rijdt spookrijdt. Nee, maar die staan allemaal hier beide, maar er staan allemaal auto's. Na 100 meter gaat er op oh, ja. De rond. Wow, derde dat is verwarrend. Daarna haal rechts aan. We hebben boodschap gedaan, jongens. We waren €45 kwijt en ik heb voor €20 aan proefdingen. Dus het valt op zich nog wel mee hoeveel we hebben uitgegeven. We hebben waarschijnlijk wel voor de hele week eten. Nou, waarschijnlijk gaan we nog wel een keer. Maar is dat onze auto? Ja. Niet mooi, hè? Maar... Goedemorgen. Dit is dus het gastenverblijf. Maar dit gebruiken we niet, want dat slaat nergens op. Hier heb je dus een heel mooi balkon. Ik heb dit wel eens een keer eerder laten zien in een Zwitserland vlog. Maar dat is alweer 3 jaar geleden. Het is echt een mega mooi huis. Hier slaap ik. Want ik slaap wel beneden, want mama is al eerder wakker. Die gaat 's nachts plassen en zo. En dan slaap ik gewoon minder lekker. Dus het maakt niet echt uit of we nou deze kamer, zeg maar, verschonen straks of boven. Maar het is echt een heel mooi, modern, chill, heel chill huis. Ik ga wel deze bank waarschijnlijk gebruiken, want hier kan je echt heel lekker werken als je iets moet werken. Hey, dit is leuk. Oh, hier schrijven de mensen in. Heel leuk. En dit gebruiken we natuurlijk gewoon nu niet. En dit balkon is zo geweldig. Hier kunnen we wel gewoon zitten. Is er al zon? Is wel heel lekker. Oh, jongens. Dit is boven dus niet. Oh, het is echt heel lekker. Wauw. Kijk dan. Nu is mama waarschijnlijk in de tuin aan het werk al. Ja, daar is Eline. Nou, ik verheug me er al op. Als Ruben volgend jaar mee wil in de herfstvakantie om het allemaal zo gezellig samen te doen hoor. Praten over wat hier komt en groeit en wat er gebeurt en waarom. Maar het valt toch nog mee? Ja, daarom. Het, op de gekste plekken, zoals hier bijvoorbeeld. Het is nog super gezond om te eten ook. En deze enorme paardenbloemen. Ik denk, hoe is het er gekomen? Nou, dan moet ik echt zorgen dat die hele wortel eruit gaat. Maar moet kijken joh, niet normaal. En dat is echt een hele gezonde sla. Op het balkon is nu al zon, hè? Het wordt, kijk maar, je ziet altijd daar hoe het wordt. Kijk, die blijven toch gewoon de hele dag lekker thuis? Ja, ja. Maar kijk daarachter, de kleurblauw, komt het weer. Wow, lekker balkon. Dit soort momenten zijn altijd zo saai om te editen. Hier is nog een slaapkamer. Even naar boven, want ik wil even de foto's van de webshop doen. En... is de trap. Die maakt alleen wel herrie. Hier slaapt mijn moeder. Wow, het ruikt naar parfum. Hier zou ik dan slapen, maar dat is echt net naast de badkamer en de wc. Dus daarom zei ze, ga maar lekker beneden slapen. Maar hier liggen wel mijn spulletjes. Heel weinig had ik altijd in handbagage. Wc. Ah, badkamer. En dit, deze view is al echt... zo niet normaal. Wat een huis. Hier zit mama weer beneden. Niet normaal. Ah, is toch gewoon een schilderij. En hier de woonkamer, gezellig. Wauwie. Prachtig, hè? Ik kom zo tot rust. Er is zo'n goede sfeer. Het is hier zo licht en stil. En echt geweldig. Zo, begon de dag met een kopje koffie sojamelk. Ze hadden geen light, dus normale. Onder de 2 maiswafels met 2 eitjes. Vet lekker. Hier bereid. Dat is even lastig. Vet chille pan. Dus hij is echt super lekker geworden. Ik zit hier even op de grond, jongens. Ik dacht, ik ga me echt niet opmaken voor on the go. En ik heb dus een Starbucks wrap gekocht om te testen. Ik heb net 4 nieuwe kledingstukken even op de site gezet. En nu ga ik weer de zon in. Dat is niet zoveel om te filmen voor jullie. Deze is gisteren gekocht. Candy kittens. Het valt mij heel slecht te zijn. Hoe ziet ze eruit? Maar niet heel erg naar water doen. Het ziet er vet leuk uit, maar prima. Maar niet dat ik denk, koop het. Maar... dan gaat het echt naar beneden.
Ik heb nog een kop koffie gemaakt, want ik word echt moe. De koffie is niet zo sterk, maar het is zo lekker. 1 punt. Ik heb dus echt een mega lasagne gemaakt. Met courgette, aubergine, spinazie met ui en ricotta helemaal gebakken. Daar 2 lagen van en 2 lagen saus. En 4 lagen lasagne, best wel veel. Mijn mama zei, doe maar gewoon veel, want ik heb toch nog veel punten ook. En aubergine courgette dus. En die saus is puur tomatenpulp. Het ziet er vet cool uit. Ik ben benieuwd. En we gaan er geen kaas op doen. Dus ik ben benieuwd. We zitten in een soort restaurant. Kijk maar. Deze view. Eigenlijk zou dit nog ook doorzichtig moeten zijn. Als dit ook doorzichtig was. Hier gaan we nu heel gezellig dineren met z'n tweeën. Het is echt wel chill om in een goede oven te werken. Met een goede oven te werken en met een goede lasagneschaal. En er zit geen kaas op de bovenkant. Dat hoeft helemaal niet. Nou. Moet ik even snijden? Eline heeft een lekkere salade bereid. Snijden. Kan toch gewoon met dit? Nee, Volgens mij zijn de bovenste plakken ook zacht. Lekker. Heel soms worden die hard. Lekker toch zonder kaas? Prima. Ja, als jij in een restaurant werkt, zou je het ook met je hand doen. Nou, kunnen we 3 keer van eten. Wow, ziet er lekker uit. Mooi. Mooi die groen. Kijk, van opzij. Lekker. Ik denk echt dat hij heel lekker is geworden. Ik heb er wel heel veel liefde in gestopt omdat jij zo hard in de tuin hebt gewerkt. Oké, nu moet jij hem heel mooi voor jezelf doen. Oh, je hebt wel een kleiner stuk. Prachtig, Charlotte. Lekker zeg. Zie je dat er tussen ook nog een rode laag zit? Kijk, hoe mooi. Kijk, je hebt een groen, rood, groen, rode laag. Lekker. Tomaat. Ja, 2 lagen tomaat. Doe even deze schaal. Oh, ik moet even naar papa sturen. Doe maar dat. Mijn mobiel is leeg. Wow, heel lekker. Mooi met het groene bord ook. Mama komt er nu pas achter dat er allemaal filmpjes op mijn Instagram van haar staan. Die gaat ze nu kijken. En ik heb net filmpjes gemaakt dat mama kijkt naar de filmpjes van zichzelf. En nu film ik het. Inception. Ik heb echt nog geen seconde van de serie kunnen kijken door mama. Ze blijft maar doorpraten. Ze zit nog 10 minuten naar zichzelf te kijken, want ik heb echt thuis... Ik zit hier gewoon een soort van dit oer af. Ik heb echt niet normaal veel Insta-stories geplaatst. Kijk, helemaal vol. Voor aansluiting, ik wist niet dat jij filmen was. Privacy schending. Wat kijk je nu? Stel me een vraag, dat is wel afgepoetst hupje. Wans. Bedwans. Hoe gaat die werk dan, mama? Die zegt dat je een rap hebt gemaakt. Blijf maar praten. Je gaat in. Wat? Dat heeft maar 1 uur naast de zon gehad vandaag. Dat is super mooi weer voor in Nederland. Verlotte! De serie staat al nu sinds 5 uur aan. Ik heb nog niks gezien. Ze blijft maar door. We gaan lekker aan het shoppen. Nu? Eerst weer Amazon links. Oh, dat zie jij. In Amsterdam links. Amazon is niet dat is online. Eerst online en toen naar Amsterdam. Oh, leuk. Klinkt een beetje als zijn dochter. Morgen. Jullie dit haar ook irritant. Oké, jongens, dan ga ik de weekvlog hier weer afsluiten. Het is namelijk maandagochtend, ik kom net uit de douche. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je duimpje omhoog doet. Want heel veel doen dat nooit. Als je het leuk vond. Ook als je dit ziet, je denkt, zegt ze altijd. Doe een keer je duimpje omhoog als je het leuk vond. Want dat lijkt me leuk. Ik ga hem even klaarmaken. We gaan zo een video opnemen. Profvideo. Die krijgen jullie binnenkort te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot bij die video of een nieuwe weekvlog. Doei!